Wow, wat heeft de roze koek nou te maken met prikapparaten, de toekomst van de zorg, de toekomst van bloedafname? Nou, dat ga je zo meteen zien in deze video. Comment, like en subscribe. Heb je een opmerking, laat dan ook vooral een reactie achter. Ook als je een vraag hebt, laat een reactie achter. Vind je het nou een leuke video? Geef me dan ook vooral een duimpje. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Ik ben benieuwd, wat zijn jouw ervaringen met de bloedafname? Vind je het heel erg leuk? Heel erg spannend? Of iets ertussenin? Laat vooral een comment achter. Ik vind het heel leuk om te lezen. Ik ben Peter Joosten. Ik ben futurist, toekomstonderzoeker en ik ben ook vooral spreker. Naast dat ik lezingen doe, geef ik ook workshops en doe ik webinars en advieswerk. En het centrale thema van mijn werk is: hoe word je nou future-proof? Dus wat zijn nou relevante ontwikkelingen die op ons afkomen? Zoals onder andere autonome prikapparaten. En hoe kun je daar als individu, als team, als afdeling of als organisatie nou zo goed mogelijk op voorbereid zijn? En wil je mij inhuren voor een lezing, workshop of advieswerk? Stuur me vooral een berichtje en de linkjes daarvoor die vind je ook beneden in de omschrijving. Dus ik hou me veel bezig met toekomstonderzoek en doe heel veel van mijn werk ook in de gezondheidszorg. Bij ziekenhuizen, bij instellingen voor mensen met een verstandelijke beperking, bij verpleeg- en verzorgingshuizen. En ook heb ik lezingen gegeven bij een afdeling klinische chemie. En dat is ook de link met de video van vandaag. Ik vertel je straks wat klinische chemie is, maar ik ben in ieder geval onderweg naar Utrecht, naar het Nederlandse bedrijf Vitestro. En zij werken aan een autonoom prikapparaat. Eigenlijk zou je kunnen zeggen een prikrobot, maar zo noemen ze het liever niet zelf zo, maar ik doe het stiekem lekker wel. Ik ben hier bij Vitestro in Utrecht en zij werken aan een autonoom bloedafnameapparaat. Dus we gaan kijken hoe het werkt. Interview ook met de oprichters en de CEO's. En natuurlijk, wat is de toekomst van deze technologie? Ik ga zo in gesprek met Toon Overbeke. Hij is CEO en co-founder. En met Brian Joseph. En hij is commercieel directeur en ook de co-founder van Vitestro. Mijn eerste vraag, wat is het voor apparaat? En wat doet het eigenlijk? Het apparaat automatiseert de bloedafname op alle vlakken. Dus dat gaat van de patiënt legt zijn arm in het apparaat en dan kijkt hij goed waar de vaten zitten. Ondertussen pakt het apparaat een pleister op, een naald op, kijkt waar zit het vat in de arm van de patiënt. Prikt dan het vat aan, neemt het bloed af en pakt een pleister. En dan is de patiënt klaar om weg te gaan. Wat zijn eigenlijk de voordelen van het bloedafnameapparaat van Vitestro? Ja, voor de patiënt zijn de voordelen sowieso dat hierdoor de capaciteit toeneemt dat een bloedafname altijd beschikbaar is. En evenzo belangrijk dat die consistent is en altijd op dezelfde wijze plaatsvindt, omdat het geautomatiseerd is. Ik denk voor de zorgverleners betekent dat er een samenwerking ontstaat tussen aan de ene kant de inzet van bloedafname medewerkers die hun specialisme daar waar nodig kunnen uitvoeren, maar wel ondersteund worden, zeker als er tekort aan capaciteit is, door deze nieuwe innovatie. En dat wordt als heel positief ervaren. Hoe zijn Toon en Brian op het idee gekomen? Nou, dus het idee kwam eigenlijk van een goede vriend van mij. Zijn vader kreeg op een gegeven moment kanker. Door de chemotherapie was hij heel moeilijk te prikken. En hij kwam thuis en zei van, ja goed, ik ben 6-7 keer misgeprikt. Kan dat niet beter met behulp van technologie? En toen is eigenlijk het balletje gaan rollen, waarbij wij eigenlijk vanuit een kwaliteitsperspectief voor de patiënt zijn gaan kijken. We zijn met heel veel ziekenhuizen en laboratoria in gesprek gegaan. En die zeiden eigenlijk, god, dat is een probleem. Maar wat ook een probleem is, is dat we gewoon een enorm tekort aan personeel zien. En dat is ook iets wat Brian heeft ervaren met zijn zoontje. Ja, een van mijn kinderen die had inderdaad ook uitdagingen op de bloedafnameafdeling. En toen ik daar op een gegeven moment elke maand zag dat die tekorten er waren en ook dat het proces helemaal niet optimaal liep, dacht ik, ja, dat is eigenlijk een ontzettende kans om dit te gaan automatiseren. Waarbij het wel dan heel goed is om echt te gaan luisteren. Hè. Wat is nou het probleem? En hoe zou de optimale situatie eruit zijn? En om dan vervolgens jouw eigen oplossingen te gaan ontwikkelen. En niet andersom. En nu gaan we kijken naar mijn eerste indruk van het prikapparaat. En ze zijn al bezig met allerlei testen en goedkeuringsprojecten. En dat wordt allemaal onder gecontroleerde omstandigheden gedaan. Dus
het apparaat heeft daadwerkelijk niet bij mij geprikt. Maar ik heb wel een indruk gehad hoe het zit, hoe het voelt, hoe het eruit ziet. En daar gaan we nu naar kijken. Dus wanneer je daadwerkelijk geprikt kan worden door zo'n apparaat in het ziekenhuis bij jou in de buurt, daar kom je later in deze video ook achter. Nou, ik heb net in dat apparaat mijn hand gedaan, mijn arm gedaan. En ja, het voelt of ik in de toekomst ben. Ik vind de afwerking mooi. Het voelt eigenlijk al best wel vertrouwd. Dus ik kan me ook wel voorstellen dat ze daar ook, wat ik ook uit interview bleek, dat ze daar goed op hebben gelet. Van wat vinden patiënten ook fijn? Wat vinden zorgprofessionals ook fijn? Dat ja, naast dat, dat techniek werkt, dat het ook wel natuurlijk esthetisch, ergonomisch, ja, dat dat ook belangrijke factoren zijn. Naast natuurlijk ook wat ze vertelde in het interview, dat ook gaat over de opleiding met de Academy, dat mensen er ook goed mee kunnen werken. Dus ik ben benieuwd of dit inderdaad, hoe ziekenhuizen er in de toekomst ook gaan uitzien, ook met dit soort type apparaten. Nou, ik ben positief, maar ik ben wel benieuwd, Toon en Brian, hoe reageren de patiënten hier eigenlijk op? Ja, dus dat is waar we mee gestart zijn toen we Vitesse starten. Want een van onze grote vragen was natuurlijk van hoe gaat de patiënt op reageren? Want je laat wel door een apparaat een naald in je arm steken of in ieder geval de bloed afnemen. En dat kan voor sommige patiënten natuurlijk spannend zijn. Maar we zien eigenlijk dat het echt verrassend positief is. En nog even tussendoor. Ik heb mijn middelbare school gedaan op het Aletta Jacobs College in Hoogezand. En Aletta Jacobs was eigenlijk de eerste vrouw in Nederland die officieel tot de universiteit werd toegelaten. En in 1879 behaalde zij ook als eerste vrouw een universitaire graad. Daarom vond ik het ook superleuk dat ik mijn interview met Toon en Brian in de Aletta Jacobs kamer heb gevoerd. Klinische chemie, ik had het al verteld. Ik heb zelf bijvoorbeeld een lezing gegeven bij Result Lab. En die doen de klinische chemie onder andere voor het Amphia ziekenhuis. En wat is nou klinische chemie? Dat gaat om de analyse van lichaamsvloeistoffen. Zoals bloed, zoals urine, voor diagnostiek, voor behandeling en ook voor de monitoring van ziektes. Een aantal dingen die ze meten zijn onder andere hormonen, enzymen en elektrolyten. En de klinische chemie, dat is juist ook wel de markt waar Vitestro zich nu op richt. Dus wat je ziet eigenlijk in een laboratorium is, als er eenmaal het sample is afgenomen, dan gaat dat sample in een, straat. En een laboratoriumstraat en dan gaat het van de ene analyzer gaat het naar de andere analyzer. Dus dat is helemaal geautomatiseerd. En er komt geen mensenhand aan te pas. Dus eigenlijk het enige plek in de hele keten waar dus wel mensenhanden aan te pas komen is dus die beginfase als het bloed wordt afgenomen. En daar zit natuurlijk ook de kans. Want als je kijkt naar waar gebeuren de meeste fouten in die hele keten, dan gebeurt 70% bij die bloedafname. En door middel van de standaardisatie, wat Brian zegt, kan je dus echt die fouten elimineren. En ik denk dat deze total lab automation, dat is hoe het wordt genoemd, hè? Als er eigenlijk van A tot Z geautomatiseerd is, dat een ontzettende kans is. En wij horen ook van laboratoria dat is wat hun behoefte op de lange termijn is, total lab automation. Dus ik ben wel benieuwd, en jij misschien ook, wanneer zien we zo'n apparaat van Vitestro in een ziekenhuis in Nederland? Pivotal trial hebben we afgerond. Dat houdt zeg maar in, dat is een klinische studie waarvan de resultaten gebruikt worden voor je regulatory approval. Dan gaat er een notified body gaat er naar kijken. Die gaat dan uiteindelijk een CE-keurmerk geven om, zodat je de markt op kan. En we zitten momenteel in dat proces. Als dat afgerond is, dan gaan we de markt op in Nederland. Ja. Ik denk dat het ook wel goed is om te noemen dat we deze tijd ook heel goed gebruiken om juist samen te werken met die laboratoria die je net noemde, om die voorbereiding heel goed op te zetten. We hebben bijvoorbeeld ook de Vitestro Academy opgezet, waarbij toekomstige supervisors die de apparaten ondersteunen en bedienen, die worden nu opgeleid. En dat zorgt voor heel veel excitement in de teams. Toch een heel nieuw vak dat geleerd wordt. En waarbij we ook weer veel ideeën ontvangen voor onze productontwikkeling. Hoe we ervoor zorgen dat die workflow zo optimaal mogelijk wordt opgezet. Ik heb zelf innovatiewetenschappen gestudeerd aan de Universiteit van Groningen. En nou, eigenlijk mijn mening over Vitestro in 3 items. 1. Wat ik wel slim vind is dat zij vertelden dat zij eigenlijk een mock-up hebben gemaakt in het begin. Dus een mock-up is eigenlijk een apparaat wat aan de buitenkant er precies zo uitziet zoals zij hadden bedacht het prikapparaat eruit zou zien. Maar aan de binnenkant werkte die nog helemaal niet. Maar daarmee gingen ze eigenlijk langs alle klinische chemische labs, zeg maar. En daar in gesprek met de laboranten, maar ook met patiënten en andere mensen die daar een mening over kunnen hebben.
En dat is eigenlijk het begin geweest voor een hele productontwikkeling. Dus ik vind dat heel slim dat je niet op basis van een idee of een visie of iets op papier, maar dat je echt gewoon met een fysiek ding binnenkomt en zegt van, oh, wat vinden jullie ervan? Wat vinden jullie goed aan? Wat vinden jullie niet goed aan? Hoe zou je het anders doen? Dus ik vind dat wel heel sterk. Het tweede is dat het wel tof is dat ze eigenlijk met verschillende stakeholders dus te maken hebben. Zowel aan de buitenkant, met de markt, met klinische chemische labs. Maar ook aan de binnenkant is het wel heel divers met electrical engineers, mechanical engineers, software engineers. Dus wel een heel verscheiden palet aan expertises die je eigenlijk ook moet managen en ook op elkaar laten aansluiten. En het uitdagende lijkt mij ook van ondernemen in de gezondheidszorg is dat het... je onderneemt in de gezondheidszorg, dus het gaat om patiënten. Dus dat je ook heel erg moet letten op van hoe zit het nou met de veiligheid, met de kwaliteit, aantal goedkeuringstrajecten die best wel lang kunnen duren. Dus het tweede element is dat heel ondernemen in de gezondheidszorg, dat het zowel heel tof is als ook uitdagend. En derde punt is, wat ook naar voren kwam in het interview, dat ze heel veel aandacht gelijk al in het begin hebben besteed en nu nog steeds aan de cultuur in een bedrijf. Dus het gaat juist om die diverse kwaliteiten die mensen hebben. Alleen je merkt ook wel, ook in het gesprek, dat de mensen die daar werken, dat die echt wel een passie hebben voor wat ze aan het doen zijn. Dat ze echt die wereldstandaard willen neerzetten, zoals ze dat noemen. En dat het dus ook voor heel veel energie ook zorgt voor hun partners. Hè? De mensen met wie ze samenwerken, met wie ze de pilots doen. Dat was een van de dingen die me opviel toen ik ook bezoek was bij Vitesto en ook dus het gesprek had met Tony en Brian. En ik ben ook wel benieuwd naar het Theranos debakel. De basis daarvan is Elizabeth Holmes. Die had een bedrijf opgezet in Silicon Valley. En die beloofde met één druppel bloed dat ze allerlei testen konden doen. In een apparaat, dat noemden ze de Edison. En er waren allemaal valse claims eigenlijk over. En onderzoek onder andere door de Wall Street Journal in 2015... dat legde eigenlijk bloot dat het allemaal oplichterij was. Dat ze dat al die scans, dat ze daar meer bloed voor nodig hadden. Dat er vaak fouten in optreden. Of dat ze ook die analyses uiteindelijk in andere apparaten van concurrenten zouden doen. Dus dat Theranos debakel staat eigenlijk symbool voor het risico van overdrijving en ook ethische tekortkomingen bij het ondernemen in de gezondheidszorg. En ik vond het echt een fascinerend verhaal. Ik heb het boek ook gelezen van Bad Blood van John Carreyrou. En er is ook een documentaire over, die heb ik ook gezien. En ook een serie. En die serie heet The Inventor Out for Blood in Silicon Valley. En wat mij betreft allemaal dikke aanraders. Ik heb echt gesmuld van het boek en de documentaire en de serie. En ik ben wel benieuwd, hebben ze ook last gehad van het Theranos debakel? Een van de dingen die Toon al zei, is van dat Theranos liet heel duidelijk zien dat één druppel bloed, dat het gewoon niet werkt om daar analyse op te doen. En Brian vult Toon ook aan met een ander element wat Vitesto onderscheidt van Theranos destijds. Ja. Ik denk ook wel, als je naar de cultuur kijkt en naar de manier waarop wij met partners samenwerken, dan is die heel erg transparant, open, laten graag onze oplossing zien. Werken samen ook om testen. En dan zie je ook wat we echt aan het doen zijn. En mijn indruk is, op basis van de film en het boek, is dat er niet een grote mate van transparantie en openheid was. Dus ik denk dat ook onze partners in het veld dat ook herkennen van ons. Dat niks te maken heeft met hoe zij hun business aan het opzetten waren qua waardes. Hoe zit het dan ook met de toekomst? Mijn schoonbroer is laborant in een ziekenhuis en hij gaat ook bij patiënten langs om af en toe ook bloed af te nemen. Dus daarmee was ik eigenlijk wel benieuwd van, gaan we in de toekomst ook de robots van Vitesto ook zien? Dat die door het ziekenhuis rijden of misschien wel dat je thuis zit en je moet zo'n bloed, bloed van jou getest worden en dat je dan de deurbel gaat en dat de deurbel open gaat en dat daar een robot staat van Vitesto die dan naar binnen komt en die bij jou bloed komt afnemen. Dus daar ben ik ook wel benieuwd naar. Wat zijn de visies daarop over de toekomst eigenlijk van de inzet van deze prikapparaten? Zien zij het apparaat in de toekomst dus ook bij mensen thuis verschijnen? Ik denk misschien niet bij de patiënt zelf in huis. Maar ik denk wat wel zo is, dat wij ons nu bij de introductie focussen op ziekenhuizen die het inzetten. Maar dat we wel een ontzettende kans ook zien op de langere termijn buiten het ziekenhuis. Ik zie onze apparaten ook absoluut buiten het ziekenhuis staan. En in aansluiting eigenlijk hierop, ik heb ook een aantal opdrachten gedaan voor een grote drogisterijketen, lezingen gegeven. En wat interessant is dat zij zich ook heel erg aan het kijken zijn naar de gezondheidszorg. Als in, kunnen ze meer doen rondom preventie, maar misschien kunnen zij ook wat meer gezondheidstesten doen. Dus dat zou wellicht ook voor, gratis tip voor Vitesto, ook een interessante afzetmarkt kunnen zijn. En dan de toepassing waar ik aan moest denken.
En dan kom ik weer terug bij de roze koek. Ik hou ervan om bloed te geven bij de bloedbank. En ook omdat je dan iets goeds doet voor iemand anders. Maar ook omdat je na afloop mag je zoveel mogelijk eten en drinken als je wil. En ik ben altijd fan van de roze koek om die te nemen. Dus ik ben wel benieuwd, gaan we dit soort prikapparaat in de toekomst ook bij de bloedbank zien? Dat ben benieuwd. Ik hoop in ieder geval dat de bloedbank, als ze dat gaan doen, dat ze nog wel de roze koeken houden. En als je nog kan herinneren, mijn vraag aan jou is, wat zijn jouw ervaringen met bloedafname? Vind je het juist heel erg leuk, spannend? Word je er enthousiast van, geïnspireerd? Of heb je zoiets van, liever niet? Laat vooral een comment achter beneden. Bedankt voor het kijken. Wil je mij nou inhuren? Stuur me ook vooral een berichtje. De linkjes daarvoor die staan ook beneden bij de omschrijving. Heb je een opmerking of vraag? Laat vooral een reactie achter. Vond je dit een leuke video? Geef me dan vooral een duimpje. En vergeet je niet te abonneren op mijn kanaal. Dat zou echt super, 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 super tof zijn. Oh. Ik was vergeten hoe zoet deze roze koeken zijn. Maar ook wel erg lekker.